aan Ithaca. Ithaca. Jullie doen mij dromen van Ithaca. Kom, jullie doen mij drinken. Drinken op Ithaca. Op Ithaca. Kom aan, op Ithaca. Op Ithaca. Op Ithaca. Op Ithaca. Op Ithaca. Goeie. Zijn jullie Ithaca nu al vergeten? Hè? Ithaca. Waarop mijn held mij op mij wacht. En onze moeders die wachten daar op hun zonen. Ithaca, met zijn grote bergen, en zijn bossen, en zijn beekjes, en zijn kust. Ithaca, met zijn trage, vette ossen, en zijn sappige druiventrossen. Ik kom aan Ithaca, het paradijs voor iedereen die wijn lust. Ah, kun je dat niet komen brengen? Nee, ik heb het in mijn opjes hier. Dat is toch paradijs? Ik ga niet weg, ze. Alleen toch een beetje minder snel, tik-tak-tik-tak, want ik kan zelfs niet meer volgen en ik ken het verhaal, dus dat toch wil toch wel wat zeggen tegen. Ik ben die stoende intense gelukzaligheid kotsbeu. Oh nee. Ik vecht 10 jaar lang een oorlog die te mijner is. Ik kan nu nog geen 10 jaar wachten totdat de goden het belieft van een wufje in te sturen, zodat wij naar huis kunnen varen. Kom jongens, ik ga zeker niet meer zo lang wachten totdat jullie geesten zo verruimd zijn dat geen almijn krijgt. Dus draag jullie gedrogeerd gaat naar het schip. En pak een span, want wij gaan roeien. Oh, maar dat was mijn idee, hè. Ik zei dat straks we moeten roeien. Maar al jullie idee, we gaan het nu uit. Ah, ja, okay. Kom, in het schip. Span erbij. Oké. Hart. We zijn er bekam. We zijn er bekam. We moeten alleen nog even roeien. Een stormke hier, een stormke daar, een stormke nu en dan. Met wat regen en wat golfjes maak ik er leuke stormkes van. Oh, haat. Oh, gloeiende haat. Oh, ik haat die man. Oh, wat haat ik? Wat haat ik alles wat die Odysseus kan? Het denkt dat ik geen plan heb. Dat ik zomaar wat doe. Dat ik geen besef van tijd heb, van het wie, wat, waarom, hoe. En waarom zou ik Zeus verdommen? Ik heb zeeën van tijd. Ik ben onsterfelijk, ben onbederfelijk, eeuwige houdbaarheid. Maar ook al ben ik Zeus niet, al ben ik maar god nummer 2. Ik ben wel keizer Oceaan, de koning van de zee. 3/4 van de aarde is water, dus 3/4 is van mij. En alle stervers vrezen in deze, alle behalve hij. Dus doe iets, Odie, doe iets smerigs, doe iets wat niet mag. Je briljante geest mag ik niet straffen, wel je stout gedrag. Dus doe iets, Odie, doe iets, ga over de schreef. En dan laat ik je voelen hoe ik een mens vergeef. Poseidon, Poseidon, hebt u versleept? Oh, Athena, ach Athena, mijn verveling was zo stierlijk. Maar die verdwijnt nu jij verschijnt. En oh, doe dat sierlijk. Geen moeite, koningvis. Ben niet vatbaar voor gevlij. Zeus vraagt verse kabeljauw het liefst nog voor op tij. Athena, meisje, een prachtgodin. Zeus, zijn kleine meid. Het is Hermes die de boodschappen doet. Ik heb weinig tijd. Poseidon, voorster golven. Sinds wanneer heb jij geen tijd? Jij die zo verveelt zich met lot van onsterfelijkheid. Ik ben met iets bezig. Ik ben iets aan het volgen. Het is iets dat misschien... Zwart, ik moet dringend ergens mijn regenboog laten zien. Neem niet te veel haai op je vork, Poseidon. Die zit ergens op de azen. Het zou me nauwelijks verbazen. Het is op Odysseus. En die weet van toeten opblazen. Oh, Odysseus. Het lichaam van die menselijke man. Ik was nooit belust op mensenlijven, maar daar geniet ik van. Kijk, hem mag. Maar aankomen niet. Maar ooit zou het er stond. Mijn eeuwige.
leven geven voor één kus op Odysseus' mond. Besmet me met zijn lippen, met zijn virtuoze tong. Likt hij mijn onsterfelijkheid uit elke lege long. Oh, ik ben bereid te sterven voor die menselijke man. Ziek te worden van zijn lippen en voor zijn ogen sterf ik dan. Voor elke angst in zijn malse mond is deze begon bereid. Zij wist het eeuwige voor het tijdelijk in, voor één kus, voor altijd. Hier staat Athena, godin van de wijsheid. Maar zij is bereid tot sterven in de sterfelijkheid, tot kussen, tot mijn spijt. Och Athena, o oh Athena, heb jij u verslikt? Poseidon, jij god van frustratie, ik heb je wel door. Jij viert uw woede bot en gebruikt Odysseus daarvoor. Onze stoere, stevige veren van de helden waren ondertussen op een ander eiland. Be-eiland. Maar het welk, dat wisten ze niet. Hun heimwee was dan ook groter dan de zee. De heimzee. Ze misten hun vrouwen en kinderen. Ze misten de... de schaarste momenten dat jij bakken zou. Oh, ik hoor de zee. Ik zat er nog naast de kolf. Oh, oh, ik heb zo'n honger, Odie. Ik denk dat er hier wel ergens een paar schapen zullen rondlopen. Al wel eens een keer jij een schaap. Weet je wel, de laatste keer dat ik een schaap zag, toen staken haar achterpoten bij mij in mijn laarzen. En ik heb dat beest toen pleiten. Houd je van mij of haat je van mij? Een kleine kotsneiging kwam bij Homer op. Landziek. Nee, metaxasiek. Kom jongens, we gaan snel iets eten natuurlijk. Maar snel eten is niet goed voor de spijsvertering. Maar we moeten door, we moeten naar huis. Als een mantra, als een plaat die blijft hangen, als een gebed, herhaalde Odysseus steeds maar weer diezelfde woorden. Naar huis, naar huis, naar huis. En hij had geen oog meer voor de vermoeidheid van zijn kameraden. Of voor de honger van zijn knapste en tevens beste vriend. Hebben jullie dan helemaal geen dromen meer? Hè? Of verlangens? Verlangens genoeg in mijn broek. Ja, schaap. En buitenaf, schaap. Wie droomt en verlangt, leeft niet genoeg. Zo repliceert de immer vive verteller Homer op zijn beurt. Kijk, ik bijvoorbeeld, hè, ik... Ja, ik verlang naar mijn huis. Hè, met de glooiende velden er rond. Hè, waar ik iedere grasspriet ken. Ik zou zelfs door mijn boomgaard kunnen spurten, hè. Geblinddoekt, zonder een boom te raken. En Odysseus, wat heeft dat voor zin? Wat? Ja, de Odin die zegt dat hem zonder zijn boom gaat kan spurten, zonder een boom te raken. Oh, dit is er niet zo moeilijk aan. Met zijn ogen dicht, hè, Bjorn. Ah. Ja, maar Odin, wat heeft dan nu voor zin? Ja, maar... Met je ogen dicht door een boom gaat te gaan. Ik zeg niet dat ik het zou doen, hè. Ik zeg gewoon dat ik het zou kunnen. Nu, als Odin nu midden in de nacht dingen een kilo appelen moet gaan plukken, is dat wel handig als hij met zijn ogen dicht door een boom gaat. En waarom zou Odysseus in het midden van de nacht een kilo appelen? Oh, wel, met taxa, als Odysseus nu wakker schiet uit een droom. Ja. Of in een soort appelmoes en hij wil dat ik proberen, dan kan het toch gewoon. Een nieuw soort appelmoes? Wie droomt er nu over een nieuw soort appelmoes? Wow. Ja, ik. Ik heb zo'n droom over een soort appelmoes. Ik heb gisteren nog gedroomd over een soort appelmoes op basis van peren. De appelmoeswending! Eindelijk dacht Homer, die het hele verhaal volgend vertelt. Eindelijk zijn we bij de appelmoeswending aanbeland. Zouden de moe getergde krijgers van Odysseus uit deze lang verwachte appelmoeswending nieuwe kracht putten en later thuis vertellen. Bjorn, die trieste avond, op dat ene strand, toen jij uit het totale niets over een nieuw soort appelmoes begon. Toen is het gebeurd. Toen voelden we de verbondenheid die alleen maar een nieuw soort appelmoes kan gevoelen. Homer ging toen slapen met hernieuwde hoop. En om te dromen over nieuwe soorten appelmoes! Hey Homer! Al is hij nu kwaad op mij of wat? Hey Homer! Face the situation! John, hey, dan run away! Homer is Jorn! Laat hem even zijn! Zeg, Odie, we hebben wel wat anders, wat beters te doen in het midden van de nacht dan een kilo appels plukken, hè? Huh? Ja, een sappig persikje bijvoorbeeld. Hè? Of een mosselje in eigen nat. Ja, ja. Maar toch beter. Een rozentakel. Groot en sterk en één oog. Oh, dat is de cycloop. Laat me niet!
En Cyclope, dat is dus een reus, met één oog. En dat is ook de zoon van Poseidon, hè? De god van de karakolen. Ja, dan ga ik het doen! Nee, mensen niet doen! Niet mensenvlees! Oh, 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 met haks op eten belachelijk, dat is puur vet. Maar ja, ook is de beste saus, hè? Ik heb zoiets eens een harnas opgegeten. Maar dan heb je wel heel veel ijzer in je bloed. Maar ik denk dat ik plan heb, Oh nee, niet terug in apart. Nee, geen paard deze keer. Een cavia. Nee, dat niet. Een kakatoe. Nee, ook een kajakol. Had u gewoon even rustig bezig en ik kom meteen terug. En ondertussen niks aannemen van vreemde mannen, hè. Oké, leider. Ik ga je spoelen. Nee, ik mag niks aannemen van vreemden. Ja, maar hongerig, ik ken me toch. Oh, goddomme met Haxa. Ah, oh, zeg. Meneer, pak hier de stoel. Mijn excuses, maar ik ben van het ministerie van halfgoden en hemelsordening en ik doe een 100-jaarlijkse enquête over alle halfgoden en over de nymfen en over de waterwezens en de titanen en zo. Dat is gewoon een klein routineus onderzoekje. Mag ik u een paar vragen stellen? Ik heb hier niemand gezien 100 jaar geleden. Ja, maar dat klopt helemaal. Aan uw geheugen mankeert er niks blijkbaar. Dat is zeer goed. Ja. 100 jaar geleden heb ik hier niemand gezien. Ja, dat klopt. Niemand. Ik ben dokter Niemand. Ja, nee, ik heb niemand. Maar liet u zo toch niet op, meneer Cycloop, meneer Cycloop. Papa Poseidon op wel gezegd. Papa Poseidon. Ja, papa Poseidon, ja. Papa Poseidon. De grote vorst Poseidon, ja. Goed. Mag ik u een enkele vraag stellen, is dat goed? Eerste vraag, eet u bijvoorbeeld goed, ja? Ik ruik mensenvlees. Nee, ik vraag niet of dat u goed ruikt. Ik vraag of dat u goed eet. Oeh, een mens of 5 per dag. Ja, ik zou u toch willen adviseren van iets wat variatie te brengen daarin. Ja, en u weet gewoon, dus probeer eens een paar schapen. Dat is maar voor een paar dagen, hoor. Oké, de volgende vraag. Zou u even in dit potje willen pissen? Ja, dat kan.